heb dus zoals nu de transitie dan, daar ben ik mee bezig. Ja. Ik ga erover lezen. En dan ga ik de symbolen erbij zoeken, dan lees ik erover. Ik zet een speciale muziek op. Ja. En als het goed is, kom je in die flow. En dan klopt het beeld ook met wat ik voel. Dus nu heb ik het gevoel dat ik in mijn leven zit ik nou in een transitie. Om het nou maar zo even heel zwaar te zeggen. Maar er is het natuurlijk. Het is gewoon verandering in mijn kinderen. Wat ik zie aan energie in de wereld. En ik had echt. Daar wil ik iets mee doen. Daar wil ik mee schilderen. Daar wil ik abstraheren. Maar ook niet alleen de negatieve, maar ook wat gebeurt er aan de positieve dingen. Hè? Want dat was met de vluchtelingen ook zo. Er gebeurt heel veel nu nog. En wat doet het met de mens? Maar ook vooral naar de positieve kant kijken. Hier van het werk. Want die foto's die daarop staan, dat zijn ook mijn schilderijen. En daar heb ik foto's van gemaakt en die heb ik bewerkt. Dus eigenlijk is het gewoon het vervolg, het uitdiepen van je eigen schilderijen. Ik ben nu ook bezig voor de transitie. Dan werk ik eerst in het zwart, zwart-wit. Ja. En daar maak ik foto's van. Dus ik maak daar ook gewoon op acryl, op doek, op canvas. Maar ik doe dan ook die foto's die ik dan heb, die bewerk ik. En dan maak ik ook weer nieuwe op perspex. Dat gaat vanzelf. Ik focus me op deze drie pijlers. Want anders dan bij het chaotisch. Dit voelt goed. Met mijn drie pijlers, dat is de perspex dan. En gewoon de canvas. En toch de aluminium. Ik wil dat toch, daar ben ik gewoon verliefd op, dus dat moet ook lukken. Maar dat duurt nog even. Dan ben ik nou aan het uittesten met aluminium. Maar hoe lang duurt het? Gaat het oxideren? Hoe gaat dat eruit zien? Dat is een proces. En dat duurt even. En als ik abstract ga schilderen, dan kan ik het loslaten. Dan gooi ik alles erin en kan ik het helemaal loslaten. En dat is super fijn. Ja, dat is eigenlijk een van de redenen dat het ook abstract is. Ik hoef niks te regelen, niks vast te houden, niks te denken. Ik kan het gewoon overbrengen. Eigenlijk sta je gewoon constant open, zeg ik altijd maar. Dat kan de natuur zijn, zoals vanmorgen reden we door de mist. Weet je, dan krijg je dat wazige. Nou, daar heb ik ook een werk van gemaakt. Met perspex, dat wazige. Dat is ook een beetje mijn goal, hè. Om gewoon overal in heel de wereld gewoon te hangen. Gewoon minimaal 25 landen, hè. Nou, dat is een mooie. Ik ben al bij 6. Ik hang al in 6 landen, ja, ja. Nou, dat doet wel wat hoor, als dat daar hangt. Ja. Echt. Ja, ja, ja. En dan, daar word je wel enthousiast van. Ja. Ja. Gewoon alleen om daar te hangen.